Nee! Yo, welkom terug bij Ark Ragnarok Mods! What's up? Jullie zijn lekker bezig op deze serie en blijf zo doorgaan met jullie support. Druk even op die like-knop, druk even op die comment-knop, plaats een hele goede mop. Ik ga goed op goede mop. Ik ga het niet zeggen, twee titels naar verlof, anders wil ik niet. En abonneer als je het niet hebt gedaan. Dankjewel, we gaan meteen door met de video. Rudy is er ook erbij. Hey, Zet Uster. Hey, zijn er weer Ragnarok? Nee, vandaag was gewoon Ragnarok. Oké. Hey. Hey, ik heb voor vandaag iets extreems in gedachten. Oké. Extreme. What is your extreme thoughts, man? Tell me. Mijn mullet! Mijn mullet? Oh. Oh, oké. Okay. Nee. Dan moet je wel bij gaan houden, hè. Nu moet je mijn kapper gaan betalen. Ja, nu moet ik wel vaak naar de kapper, ja, dat klopt. Dan moet je acht video's even gewoon 30k views krijgen per video, zodat je de kapper kan bijhouden. Ja, daarom. Gun mij die mullet met blijf doorgaan met de support. Oké, nee, het was eigenlijk een Origin boss wat ik wilde killen. Oké, lekker. Ja, lekker. Dat is een Origin Raptor dan, maar die heeft wel 100 miljoen HP waarschijnlijk, dus niet niks. Maar, in de vorige aflevering van Rudy, als je die niet hebt gezien, check die zeker even uit, dan hebben wij een gekke Apex Giga getemd. Oh yeah. En die gekke Apex Giga, die is dus knetterslijp. Hij heeft 20 miljoen HP, bijna 1000% melee damage en dat staat gelijk aan ongeveer een ton damage per hapje. Kijk, ik ben net zo groot als een teen. Rudy is net zo groot als een teen. Daarom, smash je like als jij groter bent dan teen. Yeah. Ik heb mijn like gesmashed. Hallo, Rudy is goed. Rudy doet liken. Ben jij ook goed? Doe dan liken. Hey, ik pak denk gewoon de Phoenix. Doe plom damage mee. Maar we moeten misschien wel wat HP potions maken voor de battle, want ik heb geen idee hoeveel damage die gaat doen. Dat is wel, dat wel door, ja. Maar als hij daar 10 miljoen damage per hapje doet, dan is dat wel in één keer goed. Ik heb 7 Primal Health Potions. Au. Oké. Dus, ja. Is dat zat? Ik hoop het. Het is echt afhankelijk van hoeveel damage die doet. Ik heb maar echt geen idee, man. Nee, ik ook niet. Ja, kan wel, Primals zijn sowieso echt overbodig, want ik kan makkelijk healen met Apex. Ik heb ook nog 4 Primals, maar ja, weet je, die looten we, dus waarom niet gewoon gebruiken? Ja, dat is ook wel weer zo. Ik moet er eentje poppen, zie ik. Alright, nou, weet je. We gaan het gewoon proberen. Ik neem er even 8 Apex erbij mee, want ik ga toch tanken, toch? Ja, ik ga tanken, ja. Ik vlieg gewoon boven. Oké, als en jij... het is een gevaarlijk gebied daar, hè. Het is bij die plekken ook al die elementen spannen en zo. Oh, daar! Oh, oké. Ja, jij moet eerst vliegen, dan tp ik op en neer. Ja, dat is misschien niet verkeerd. Oh ja, in de vorige aflevering van Rudy heb ik trouwens ook nog 2 Fabled Pterodons getemd. En die droppen dus de eitjes, de Fabled Eggs. En met die Fabled Eggs kan ik uiteindelijk Celestial en die monnikkibbel maken. En dan begint het toch nog wel veel interessanter te worden, die dino's die we dan kunnen doen. Ja, worden dik, jongen. Maar niet alleen hoe ze eruit zien, maar vooral die explosieve moves, weet je wel. De attacks. Die doen damage. Zelfs met een Phoenix is niet heel bijzonder, maar die Phoenix Explosie, die is ziek. Die is ziek, maar dan heb maar je een gekke blauwe explosie. En die monnik vuur en pa, pa, pa. Je hebt een schaapje die gewoon... Ja, echt de terror van de wereld is, joh. Dat is niet dat is schaam. Ja, dat is echt niet normaal. Right, ik vlieg vast even naar de locatie. Hopelijk ja, ik ben ook onderweg. Ja, we kunnen nu ook even de River Shaft opruimen. Gaan we gewoon alles naar mijn giga toe lokken. Oh ja, zullen we dat doen? Ik weet niet of het slim is, maar het kan. Kunt proberen. Ik ben alleen bang dat ze mij er vanaf blazen, want het zijn alleen maar dodo wyverns, maar... Ja, maar ik kan ze niet one-hitten, denk ik, sommige. De meeste hebben wel 2 miljoen AP van die bosses. Ja, dan zou je echt een flyby moeten doen 2 keer. Ja, we gaan wel flyby. Kom goed. Licht eraan. Er zitten echt... het lijkt rustig nu. Echt? Het was echt... Maar ik zie wel een spectral al meteen vliegen. Corrupted Apex Wyvern. Dan ben ik wel dood. Spirit Dodo Wyvern. 1,5 miljoen AP. Dat valt er best mee. Wacht, dan moet ik eigenlijk net een klein beetje meer damage kunnen doen. Even een XP-pot maar even gooien. Ik weet niet of je moet riskeren, man, want deze kan jouw Phoenix wel hitten. Het enige voordeel van de Phoenix is dat je nu gewoon niet wordt geraakt elke keer. Ja, dat klopt. Oh, die XP-pot deed helemaal niks. Oké, chill. Thank you. Zo, maar die Spirit Wyvern hier. Oh, dat is een dode Wyvern. Oh ja, of course. Ja, alleen als die gif op je schiet, dan knalt die ook van je zadel af. Nog helemaal dood. Ja. Weet je doen of niet? Ja. Ja. Ja, fuck yeah. Ik kan hem... ik moet hem een soort van lokken met een hit of zo. Oh. Oké, nee. Vlieg naar mij toe, daarna. Nee! Wat? Hoe weinig HP heb jij? What the fuck? Wat is
is jouw HP? Ja, 160k. Oh, nee. Oh, nee. Oh. Alright, dan zit hij op mij. Maar is hij niet bijna dood dan? Dat moet toch wel? Je hebt hem maar één keer gehit. Ja, maar dat is meer dan 1 miljoen damage. Oh, maar hij schiet ook echt spertballen of zo. Ik kan hem niet hitten. Kak. Ik moet weg, maar dan gaat hij me juist chasen. Dus dat... Oh, mijn god. Ik doe ook mijn 70k damage op deze. Echt even snel met de Pterodon loot pakken. Ah, kak, holy dan shit. Moet ik zelf weer een nieuwe Phoenix gaan termen. Hopelijk kan ik die vinden daar. Holy fuck. Oh, ik moet echt weg van deze. Run. Jim, als je iets hebt waarmee je kan helpen, ik zit letterlijk in het slagveld nu. Ik heb Pterodon van de Alpha. kak. Oh nee, ja, ik kan hem wel even tanken hoor, maar het probleem is wanneer ik dadelijk damage krijg. Oh, dat ding van 1,1 miljoen nog, man. Oh. Ik kan hem ook niet hitten, dat is het probleem. Deadmark. Ah, dat ligt ook recht in de shaft allemaal. Hier heb je nog veel meer. Mag jij eens afgeleid? Ja, mijn Tash kan ik nooit vinden, man. Ja, wacht. Ik pak even mijn Griffycorn wel. Ik kan hem wel killen, denk ik, maar... Griffycorn? Ja, ik kan hem wel tanken. Ik kan hem tanken. Oké, goed. Ik pak mijn... Hij is alleen super lijp. Ik weet gewoon alleen hoe ik hem ga hitten, zeg maar. Waarom gebeurt dat? Oh, maar ik heb wel torpor. Oh, echt? Waarom heb ik torpor? Dat weet ik ook oh, niet. Oh, de lightning. Ah. Dat kan een probleem worden. Kak. Oké, ik heb Bjorn. Vlieg. Hoe moet je attack ook weer? Duiken en slaan of zo? Ja, maar dan moet je op hem duiken. Ik weet niet of dat lukt voor een vliegende enemy. Nou, wacht. Ik kan ook niet andere attack doen. Is dit stimulant? Dat is nog kolk. Heb ik stimulant? Dat is goed. Stim! Je krijg je wel vaak van loot, hè? Dus, Stimulant! Ik heb... Oké, ik ben er. Kijk, ik heb stimulant geused. Oké. Pas wel op, man. Ik weet niet hoeveel AP die Piono heeft, maar die wil je echt niet verliezen. Ja, in ieder geval iets, hoor. Meer dan 3 ton? Ja, volgens mij heeft hij wel 2 min of zo, denk ik. Zo, die explosies, man! Ja, en nou gaat hij door. Hij is geremd ook. Je remt hem. Hij is dood! Let's go! Hey, BJ! Let's go! Kijk, zo, daar kreeg ik wel spullen van, ja. Auw, ik was er zo gespannen, dat is niet normaal. Zo. Oké, we survived. Alright. Oké, nou. Nieuwe Apex stemmen. Pak even de Apex kibbel, hoor. Kreeg je geen tasje? Was ik geen tasje? Ja, ik kreeg wat loot, maar... Ja, ik kreeg dat is gewoon over de standaard HP-pot, element, boss essence. Ik heb skin... Oh, ik heb dat allemaal niet. Ik heb alleen de skins gekregen. Oh ja, die heb ik ook nog. Oh, nou. Nou, leuk. Rurig. Nou, rip Phoenix in de comments. Rip Phoenix. Phoenix. Rip Flemings. Maakt niet uit. Fix wel even nieuw, joh. Goed. We gaan nog steeds naar hetzelfde gebied, toch? Ja. Ik neem even Apex Kibbel mee. 2 stuks. Ja, oké. En hopelijk staat er eentje. En ook even eentje ook al een level 50 of wat ook was. Oh ja, ja, dat zou nice zijn. Ja, ik zag er laatst wel een van 100 plus, dus... Ja, daarom. 100 plus, al teken, man. Rudy, je kan teleporteren als je wil. Teleporteren? Jimmy, ik heb net een Celestial Corrupted Wyvern gehapt met 3 happen. Rudy, ik heb een blueprint van een Vertical Electrical Cable. Jamie, ik ben zwanger. Rudy, ik ben je vader. Wat? Wow! Hoe dan? Oké. Kan ik echt TP? Je moet wel echt even op de grond staan. Ja, ik kan TP, ja, kom maar. Oké, ik TP nu. Oeh, dat is een mooie Wyvern. Dat is een mooie Wyvern. Hallo, daar zijn we. Hoe heet die? Ja, met gatig. Hallo. Oh ja, ook echt helemaal boven op de rand. Ja, ik moet daar ook nog een keer teleporteren. Je moet gaan even rondkoeken loeren voor zo'n... Gaan we via de brug hier. Een Phoenix. Alright, hier is ook een dikke vuurexplosie, Rudy. Ik weet niet wat het is, maar... Het ziet er niet uit als een Phoenix. Oké. Okay. Dat is weer zo'n demonic parasar. Oh, ik heb ook iets, man. Oh my god. Ik heb iets gevonden, het is best wel zwak nu. Het is level 95 en heeft 8000 HP. Maar het is een Tropeo Gnatus. En dus komt een man... Oké, hij is weg. Een manticore valt hem aan. Oké. Nice. Nou, ik wilde net zeggen, dat is een nieuwe dino. Die heb ik nog nooit gezien. En de manticore is dat. Okay. Oh, dit had je moeten zien, man. Ja, sorry hoor. Ik was er niet. Ik ben op zoek naar Apex V. Was... Is dat zo treurig, man. Ik zeg van, wow, hier een nieuwe dino. En toen kwam er letterlijk een manticore op me afgevlogen. Oh my god, Rudy. Laat die manticore letters en lekker zitten. Ik zie hier een Phoenix. Ja, ik kom eraan. Bij mij zit een Celestial Explosion boven me. Level 100, Vooms en Dreistig. Oh, sick! Ja. Oh, nou, kan ik TP'en ergens weer? Want ik sta... Ja,
kom maar. Boven mij zijn de Celestial en ik ben bang. Ik zag alleen maar zeg maar de nuke naar beneden vallen. Ja, ik wil echt Celestials hebben, man. Die waren super vet. Nee, oké, okay, hier vliegt hij tegen de muur aan. Maar als het goed is, kan ik gewoon even een paar kogels erin janken en dan gaat hij neer. Hoop ik. Ja, moet vooral passen wanneer die op je af komt rennen. Die dingen zijn snel, man. Ja. Hit. Wow. Oh, jij kan schieten vanaf de Griffin, of niet? Ja, ja, zeker. Oh, hij is neer. Perfect. Oh, nu al? Oh, sick. Oké. Okay. Perfect. Huh? Ook een boel is dat het... Oh ja, wacht. Ja, we toen hadden we vet weinig boel nog. Bro, ga niet mijn thema taggen. Stink corrupt, stink terradon. Oh, waarom ging hij neer? Oh. Ja, hij is cool. Ja, oké, okay, hij is neer. Er is ook een fire featherlight tegen recht voor me. Apex, team helper. En we hebben, als het goed is, een Apex Phoenix van level 105. Oh, hij moet meer kibbel hebben. Meen je? 105. Bro, how much reading? Oh, kak, ik heb nog steeds te weinig. Ik moet er echt 3 hebben. Shit, ik heb maar 2 meegenomen. Wacht, be right back. Wacht, we gaan dadelijk epic verder. Give me a second. Je moet 3 kippeltjes hebben. Kak, sorry. Want, en die fire featherlight, moet ik die ook nog temmen? Meer elemental? Die hebben hier nog staan, die fire. Ja, eindje. Ja, weet je, als ik kibbel heb, dan... Kijk maar fit uit, dan jank ik een kogel door zijn kop. Ja, zeker elemental kibbel. Eentje neem ik wel mee en nog 1 apex. Oké, ik kom terug naar locatie. Oké, hij is nog. Lekker. En dan hebben we een apex phoenix van level 100. Nee, 201. Let's go. Trick, dit is de nieuwe Ra. Dat doen we gewoon alsof de oude Ra niet gesneuveld is. Ah, maar welke upgrade? HP-pot of een XP-pot? XP-pot. Heb je die? Ik heb het melk of veel. Echt, oh, lekker. Bro, blijf zitten. Vlieg niet weg, hallo. Ja. Nou, dan zet ik weer even mijn knippertje in de bonen terug. Ja. En dan kom ik weer terug naar Last Location. Zo, XCD. Ja, ga jij maar hier chillen. En level 201. Nice dit. Lekker. Oké, okay, doe me even zo'n lekker XP potje. De grootste die je hebt. Aan mijn voet. Aan mijn voet. Hallo. Lekker. Ja, maar dan voel. Kibbel erin, jank. Aggregator. Ik heb wel 2 grote zitten erin, zijn gejuist. Oh, lekker man. Aggregator. Nice. Hey, kan maar vliegen. Hallo, ik ben een weerbouwtje. Oh ja, oh ja, deze stats zijn beter. Ja, hoeveel, wat is je HP? Ja, nou zit ik al makkelijk op 500.000. Ik ga even naar XCD, Bielwek. Wauw, melee damage ook flink pompen nou. Flink. Ja, ik denk dat je me best ook gewoon glass cannon kan maken. Dus, of ja, niet helemaal, maar gewoon ja, vooral. Maar 500.000 vind ik echt wel zat HP voor deze vogel. Ja, en dan vooral die damage. Ik heb nog 5000% melee damage. HP potion, heb ik die ook nog? Nee. Oké, ik ga weer eens even terug naar Egg City. En dan doen we weer even een teleportje naar Last Location. Ja, even, oh, wat, ja, even wat HP potion pakken, want anders, anders wordt het daar echt mijn dood weer. Rare flower. Heb je nog primal? Ik heb geen rare flowers meer. Ja, heb ik. Okay. Even kijken. Oh, je hebt hier nog Apex, man. Ik, ja, ik bied wel even 3 oh, Apex. Oh ja, ik bied vooruit. Ik had ze al inzetten voor de tank. Kom goed. Nou, hop, user eentje. Poep als de wind. Poept die nou Black Pearls uit? Wat poep jij, neef? Silica Pearls? Ja, Silica Pearls. Wat is nou Pearls te poepen, jij? Ja, dat doen ze. Oké. Nou ja, leuk. ja, jij kan ook op mij teleporten. Oké, ik TP. Ja, doe maar. Oh, je staat er wel vet bij, zo in dat donkere hoekje. Kijk. Zo! Hallo, ben ik, hallo. Wow. Oké, okay. Hallo, ik doe damage. Ik doe meer damage. Woody. Wat, hoeveel damage doe je nu met je boom boom? Oké, okay, die heb ik nog niet getest, de boom boom boom. Maar de andere is al meer. let's see. Kijk. Nou, hier random monsters. Hoe noem je hem? Hoezo doet hij minder? Hey, hoezo doet hij minder? Wat je nou? Oh, andere is een spirit spino, je beneden in het water. Ja, maar liefst trouw ik niet. Zal ik hem even bijten dan? Oh, nou doe ik wel meer.
Okay. Ja, misschien slecht gehit of zo. Ja, 641k per tik. Dat is, per tik is twee keer zoveel. 2 miljoen, zeg maar. Die Spino Easy killer gast. Ja, dat klopt. Ik weet dat hier dus ergens zo'n Origin Raptor liep eerst. Ik weet niet of het er nog steeds is, maar ik hoop het wel. Want dan gaan die stond bij die waterval, toch? Ja, en het water beneden stond die de hele tijd. Nou, ik ga die Monix killen zonder dat ik het door heb. Ik ga een Spirit Spino killen dan, oké? Ja, doe maar. Kun jij. Nou, is het in het water, dat is een beetje een probleem. Dat kun jij niet. Nee, nee, dat kun je, is easy. Als die het water komt, dan hap ik hem, maar... Ja. Wil je niet helpen? Oh, jee, ja, ja. Oh, nee, dit is dus... Oh, dit is de Origin Spino. Nee. 145 miljoen AP. Oh, nee, ik loop ergens waar een dode Primal Tech tegen liggen. Wat heeft hier aangevallen? Wat hangt hier? Oké, Jamie? Waarom hangt jouw Phoenix hier? Wat? Waarom staat jouw Elder Phoenix hier? Die is dood, toch? Nee, die staat hier. Huh? Maar waarom behandel jij je dino's niet goed, Rui? Die was toch dood? Oh, nu ben ik verward. Oh nee, huh? Die leeft er nog. Wat? Waarom heb ik die daar staan dan? Ik teleporteer hem wel even terug voor jou. Oh, ik ben verward. Ik weet het oprecht even niet meer. Ik ben helemaal brain fart. Gewoon dikke scheet in mijn hersenen. Nou, hij is al terug bij huis, hoor. Leuk. Ik ben echt verward. Nou, chill. Oh, wat gebeurt er in de rug? Oh, wat gebeurt er? Wat was die explosie? Ja, dat echt... Ja, ergens zit hier ook een lijpe spirit te vechten, maar ik weet niet precies waar. Ik denk dat dat het is. Of er is een... Oh, misschien die monnik nog. Oh, die paren. Oh. Een rock. Ah, kak. Dat is normaal. Ik dacht dat Celeste rockdrake was. Als blauw. Ik had wel een apex of een alpha rockdrake net gekillt. Ja, maar dat maakt niet uit. Celestials heb je dus ook blijkbaar. En die zijn... Oké. We hadden de Primal Raptor gevonden. De Primal? Ja, hij zit hier tussen. Primal, hè? Nee, hoe heet die? Origin. Waar dan? Hij zat hier. Is dat hem? Oh, ah, ja, Origin Raptor. Ja. 30 ja, miljoen. Ja, ja, 30 miljoen. Oh. You ready? Ja, 30 miljoen. Dat is echt wack. Noep. Ja, drie. Ik denk hem wel eerst. Ja, ik doe gewoon de... Jezus, maar jij had hem ook al dood. Hoeveel damage zit er op jou? Ja, weet ik niet. Ga ik niet op wachten. Oh, wat zo. Oké. Oh, ja. Oh, 2,5k. Ja, ja, maar dan kunnen ook wel een Dire Bear aan. Mooi damage, man. Oh, vlieg. Ik loop naar achter. Zo. Oké. Okay. Uh-oh, hij is afgewerkt. Niet van de berg op, daar staat Spino ook nog. Ja, maar dan ben ik ook echt zelf fucked. Alright, nou, hij doet oké damage voor een happy. Wat heeft hij nog? Hoeveel heeft hij nog inderdaad? 16-0. Ja, we zijn op de helft. Oh, volgens mij zie ik een Dark Griffin. Nice, man. Huh? Dan zie ik een Dark Griffin onderaan deze waterval. Echt? Ja. Hij is ook wel leuk om te hebben eigenlijk, hè? Spino. Ja. Ik zit oprecht gewoon even te kijken met mijn spyglass wat daaronder vliegt. Ik ben helemaal niet bezig met deze fight. Casual even die stinkrapper killen. Een Light Featherlight? Zie je? Ja, een Light Featherlight, man. Een Light Featherlight? Tak. Ja, een Light Featherlight, level 95. Tak. Allright, hoe is het met deze? Ja, met die light zijn zo... Oh, ja. 2 mil damage nog. Oh, 1 attackje, dan is hij neer. Meme! Origin Raptor is died! Hoppla, yeah. We hebben een tribute. Heb je nog een tasje bij, of... Doe er nog een tasje bij? Oh, ja. Nou, lekker. Oh, wow! Ascendant, ja. Origin vlak leggings. Oh, wacht eens even. Ik heb Ramshackle Alpha Flag Leggings. Maar die hebben maar... Oh, 3k armor. Wow. Ik heb niks gezegd. Hebben jullie in je inventory? Trouwens, ik heb een heel Mantico armor. Nee, dat zat in het tasje. Tasje. Wow. Ja, maar dan gaan mijn tech leggings weer weg. Ja. Maar die hebben wel echt... Ja, 10 keer zo weinig armor. Oké. Wil je tech leggings? Nee. Oké. Wauw, leuk. Origin bossen slagen. Wow. Oh, wordt nog getrekt. What the fuck? Oh, ik ga buiten spelen. Maar nou wil ik even kijken wat ik daarmee kan doen met die items wat ik nou heb gekregen. Oké, Smitty, we hebben een Origin Raptor Tribute gekregen. En we hebben een Origin Saul. Als we naar bossummers gaan. Oké. Je kunt dus al die Origin bossen sowieso summonen met de blood. Ja, je moet dan toch elke. Blows. Ja, maar je moet ook sowieso elke Origin Mark hebben, of niet? Ja, oké. Als we net een Origin Boss is een tier 2 boss. Ja. En tier 3 heb je de Demonic Reaper Empress en de Celestial Indominus
Indominus Emperor Boss Summoner. Ja, en precies. En daar heb je dus al die Origin Tributes van nodig om die te summonen. Oké, ja, hier staat een Origin Spinal Jamie. Ik bedoel, als je klaar bent dan... ja, Argentavis, Carno, Diabeer, Kairiku. Oh, dat is een pinguïn. Raptor, ja. Rex, Spino en Wyvern. Dat zijn de dingen die je nodig hebt. I mean, kun die Spino even snel happen? Dat is 150 mil AP. Nee, dat gaan we nou niet doen. Mensen, thanks voor het kijken naar deze video. Jullie zijn lekker bezig met sport, blijf ze doorgaan. Like, abonneer en plaats een leuke mop in de comments. En dan check ik jullie weer uit bij de volgende aflevering. Peace out! We'll be right back.